Districtscommissaris Michael Winter van Coroni heeft vandaag voorkomen dat het conflict in zijn district is geëscaleerd. Tientallen boze ambtenaren hadden vanmorgen de Oost-West-verbinding nabij Totnes gebarricadeerd. Deze ambtenaren zijn al enkele maanden in overheidsdienst, maar zijn nog niet uitbetaald. De actie van de ambtenaren leidde tot irritatie van weggebruikers die dagelijks van en naar Nikeri reizen. Het DC heeft kunnen bemiddelen in deze kwestie en is de barricade inmiddels opgeheven. In een reactie zegt het DC Winter dat het gaat om ambtenaren die al zeker 8 maanden werken op de dependances van de ministeries van LVV, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling en Sport. Hij begrijpt de bezorgdheid van de mensen, maar wijst er ook op dat het barricaderen van de openbare weg strafbaar is. Ook zegt de burgervader een voorstander van communicatie te zijn. Hij vindt het daarom erg dat de groep niet met hem in contact is getreden, te meer omdat in Coroni bijna iedereen elkaar kent. Deze Winter heeft inmiddels contact gehad met de desbetreffende ministeries en het probleem aangekaart. Hij hoopt dat de regering met een oplossing komt.